Verzetsvrouw Jannie Brandes Brillenslijper gaat naar het Verzetsmuseum. Na jaren opgeslagen gelegen te hebben in een depot van de Anne Frank Stichting, overhandigde Rob Brandes, zoon van Jannie, vandaag de stukken. Jannie en haar zus Lien kwamen tijdens de Wereldoorlog terecht in de onderduikvilla Het Hoge Nest in het Gooi, bekend van de bestseller van Roxane van Ieperen. Daar zochten zij en ook vele andere vervolgde familieleden en vrienden hun toevlucht. Illustratie is van het verzet wat er ook was. En mijn moeder was dus Joods, maar dus niet a priori. Er ging dat haar er niet om dat te getuigen, maar gewoon om dus het verzet in stand te houden. De archiefdozen bevatten onder andere een oude klok die op de schoorsteen stond van Het Hoge Nest, een poesiealbum van Lien en een brief van Bob Brandes, de man van Jannie. In het archief zelf zitten ook hele aangrijpende documenten. Een brief die Bob Brandes aan zijn Joodse vrouw Jannie schreef heel kort na de bevrijding, toen hij te horen kreeg dat ze de kampen overleefd had. Zijn vrouw die is in Auschwitz, in Bergen-Belsen geweest en heeft dat overleefd. En op het moment dat hij dat te horen kreeg, schreef hij een brief aan haar waar de vreugde van afspat. De stukken zijn enorm belangrijk voor het museum. Het verhaal van het Hoge Nest is een heel, heel bijzonder verhaal. Dat is een kapitale villa in het Gooi waar een grote Joodse familie ondergedoken heeft gezeten. Die ook heel actief is geweest in het verzet. Ik heb nog steeds wel het beeld dat Joden geen grote rol hebben gespeeld in het verzet en zich leidzaam hebben laten wegvoeren. Dat beeld klopt niet en dit verhaal is daar een heel mooi voorbeeld van.